Nou, ik zal zeggen een hele dikke dankjewel voor de geweldige uitnodiging dat ik hier vandaag mag zijn bij jullie. Wauw. Ik heb wat attributen heb ik meegenomen, maar het belangrijkste is, ik heb iets belangrijks meegenomen en dat is de Heilige Geest. Die jullie zal beïnvloeden in jullie leven. Halleluja. Ja, ik ben normaal gewend om als marktkoopman te werken. Vroeger. En dan heb je geen microfoon nodig. Wie hoort mij niet? Zou ik eigenlijk zeggen. Want dan ga ik gelijk voor jullie oren bidden. Halleluja. Prijs koning Jezus ervoor. Ik zou het eerste dag zou ik het hebben over wijsheid en over genezing. Kan deze ook nog ietsje... Ja, oké. Okay. Oh, wauw. Ik zou het daar eens over hebben, ook over genezing. Maar toen zegt hij tegen mij van iedereen is oké. Okay. Is dat zo? Zijn jullie allemaal oké? Okay? Jullie geen genezing nodig? Halleluja, dankjewel. Ja, super. Prijs koning Jezus. Nou, dan gaan we toch binnen straks voor de mensen die genezing nodig hebben. Halleluja, dan doen we dat automatisch. Maar ik ga jullie ook meenemen in leiderschap vandaag. En dat wou de Heer toch dat ik ging spreken over leiderschap. En ik denk van wauw vader, dat is alweer heel wat jaar geleden dat ik een onderwijs heb gegeven op het gebied van leiderschap. En nu wil ik jullie allemaal meenemen naar Exodus. Doe het rustig aan, het staat vooraan in je Bijbel. 2. Exodus 2. Wil iemand dat voorlezen voor mij? Ja. Ja. Kan bij je even beginnen? Geboorte van Mozes. Exodus 2. De geboorte van Mozes. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam de dochter van Levi tot vrouw. Sorry. Exodus 4 vers 2, oh, sorry. Ja. Ja, Exodus 4 vers 2, sorry. De Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Amen. Wat heb jij vandaag in je hand? Dat vraag ik aan jou. En dan zeggen sommige mensen zeggen niets. Maar als het goed is, heb jij je Bijbel, heb je die vandaag in je hand. En dat is het woord van God, het rema woord van God, want hij zond zijn woord en genas hem. En deed hem uit de groeven ontkomen. Dus het woord van God is voor jou een heel belangrijk, cruciaal iets in je leven. Het moet elke dag, het mag, maar ik zou zeggen, bij jou op het bureau liggen. Het ligt altijd naast mijn computer, ligt er op de tafel en ik ben er met regelmaat ben ik eraan in het lezen. En ik denk, wauw, dat is ook belangrijk. Het woord van God, dat mag zijn een, ja, iets in je leven. Dat is belangrijk, want daar groeien je door. Amen. Vandaag ga ik het hebben met jullie over de staf van autoriteit. Want God die vraagt aan Mozes wat hij in zijn hand heeft. En wij als Nederlanders zijn altijd heel zuinig. We hebben nooit iets. We willen heel graag ontvangen, maar als je iets vraagt aan iemand, wat wil je hebben? Oh, geef maar niks. Als ze mij vragen op mijn verjaardag, wat wil je hebben? Ach, ja. Ik hou wel van een mooie Ferrari. Ik hou niet van de boetes die erbij komen, maar ik hou wel van een Ferrari. Halleluja. Als God jou zou vragen in een droom, wat zou je willen hebben? Ben je dan bereid om gelijk antwoord te kunnen geven aan God? Ik heb het meegemaakt dat de Heer tot mij gesproken heeft in dromen en dat hij vroeg aan mij, Hans, wat wil je hebben? En toen zei ik tegen de Heer, ik zei, Vader,
Ik wil goddelijke autoriteit in mijn leven, wil ik hebben. En dan is het belangrijk iets, is dat. Om uit te kunnen stappen in goddelijke autoriteit. Mozes, hij wist niet wat hij had. Mozes, die had zoiets van, wow. Hij was geroepen. Maar de stof, die vertegenwoordigt niet alleen het instrument van God. Het bevestigt de aanwezigheid van God in zijn leven. En dat is iets anders. We mogen weten dat God jou bevestigt wat jij mag doen in je leven. Geloof het woord van God en zijn profeten en u zal voorspoedig zijn. En waarom? Omdat God die bevestigt zichzelf door een profeet heen of door een apostel. Halleluja. Wow. En dat is zoiets moois. Dat God die wil zijn aanwezigheid tonen aan jou waar je gaat of staat. Of is het in het buitenland of is het hier in Nederland. Je mag weten, je hebt, als leider heb je invloed in de maatschappij. Alleen het is hoe gaan wij onze leiderschap gebruiken. Mozes die zegt op dat moment eigenlijk heel duidelijk, ik kan niet spreken. Laat Aaron maar spreken. Mozes die wil eigenlijk zijn leiderschap, wil hij op dat moment eigenlijk een beetje afschuiven op een Aaron. Herkennen wij dat allemaal een beetje bij onszelf? 20 jaar geleden, toen God mij riep om te gaan staan in mijn bediening, toen zei ik, vader, er zijn zoveel andere sprekers die het beter kunnen als mij. En toen zegt de Heer, maar Hans, ik roep jou. En waarom zal God jou willen roepen? Dat heeft vaak te maken met je hart. Dat heeft vaak te maken omdat God een onmogelijke plan heeft die jij alleen mogelijk kan maken. Halleluja, God heeft plannen voor jou die jij alleen mogelijk kan maken. Hij bewerkt het in jou. En hij zoekt geweldenaars, mannen en vrouwen die het durven te doen. Amen. Durf jij het te doen? Durf jij voor de onmogelijkheden te gaan? Mozes ook. Hij had die staf had hij gekregen van God. Het vertegenwoordigt de leiderschap die God hem geeft. Het symbolische vaak de autoriteit en de leiderschap als een instrument om wonderen te verrichten. Nou, wat heeft Mozes allemaal gedaan met zijn staf? Wat heeft hij ermee gedaan? Weet jullie dat? Wat zijn jullie allemaal stil? Hij op de rots geslagen van de water. Huh? Op de rots geslagen. Amen. Hij sloeg op de rots, maar wat zei God? Wat je had moeten doen. Spreken. Ja. Hij had tot de rots moeten spreken. Ja, dus hij sloeg met zijn staf. Ja. Hij sloeg erop, want hij was boos. Ja. En waarom? Omdat de Israëlieten waren een zootje ongeregeld. Mm-hmm. Maar God zoekt een zootje ongeregeld om jouw leven drastisch te gaan veranderen. Want hij gaat tegen de stroom in. Juist tegen de stroom, halleluja. We gaan de telefoon slaan, we gaan een keer het internet uit. Wij gaan zomaar door. God die zoekt juist mannen en vrouwen die zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik laat mij niet de geest van slavenjuk op mij leggen. De Israëlieten, die waren 400 jaar, waren ze in gevangenschap, waren ze in slavernij. Maar God had hun leven beloofd in overvloed. Hebben wij dat ook? Amen, halleluja, prijs koning Jezus ervoor. Wat zo, wow, juist. En als je kijkt hè, naar wat God door Mozes heen doet. Hè. En dan zegt God tegen Mozes bij de brandende braamstruik. Gooi je staf op de grond. En het wordt een slang. En op dat moment dan zegt de Heer tegen Mozes, raap die slang op. We kunnen alle
de geschiedenis wel dat God zegt tegen Mozes, trap de slang op. Maar Mozes, die kijkt naar zijn staf en in die staf zit zijn leven gegraveerd. Want de leiders toen in die tijd, de geestelijke leiders die een staf hadden, hun leven werd erin gegraveerd. Nou, misschien ken je het wel dat je vroeger verliefd was. En wat deed je dan? Dan ging je bij de boom een hartje maken. He, met je naam erin en de andere naam. Die werd erin gegraveerd. Ja. He, en dat was ook het leven van Mozes, was gegraveerd in deze staf. En dan zegt God tegen Mozes, pak hem op. En hij is bang om zijn oude leven op te pakken. Dat wilde hij niet meer. Want hij is bang voor terug te gaan naar Egypte. Want hij weet wat hij daar heeft gedaan. Hij weet welke troubles hij daar heeft gehad in zijn leven. En God, die weet het al, dat hij hem zal zenden naar Egypte. Soms dan worden we weer gezonden naar plekken en naar situaties waar je echt niet heen wil. Maar als God jou roept, ga. Hey. Amen. Amen. En hij heeft daar die staf, heeft hij, en dan zegt hij, dan, moet hij die cruciale rol die God hem heeft gegeven, de verantwoordelijkheid om zijn volk uit Egypte te halen. Nou, prijs God ervoor dat God het vandaag nog doet met het volk van Israël. Dat hij ze nog helpt. En dat hij ze nog gaat brengen in een bovennatuurlijke aanwezigheid van zijn glorie. Halleluja. Soms kunnen we bang zijn voor slangen op ons weg. Wie heeft het wel eens gehad? Dat je door het bos loopt. En dat er allemaal hoge gras is. En dan loop je zo. Loop je, want je bent bang voor de slangen. Nou, ik treed op die slangen en op die schorpioenen. Die zijn onder mijn voet. Ja, amen. En ik heb de autoriteit gekregen van de levende God. Om met wijsheid om te gaan met elke situatie. Ik kom er straks nog op terug. Want ik ga het hebben over leiderschap. Van hoe gaan wij als leiders om met slangen in ons leven? Wat doe je ermee? Die Chinezen die vreet het op, hè? Lijkt me niet zo lekker, maar... maar prijs God, Koning Jezus ervoor. Ik ga het ook met jullie hebben over iemand anders, die ook een staf heeft van autoriteit. En dat is Aaron. In Numeri 17... Dan heeft ook Aaron, die krijgt ook een staf van God, van autoriteit. En dan wordt eigenlijk zijn leiderschap wordt ter discussie gesteld. En dan zeggen ze op een gegeven moment van, wij weten niet als Aaron aangewezen is om de juiste priester te zijn. En dan gaan al die staffen, die worden in een hok gegooid. En dan na een tijdje, dan komt de staffen, komen allemaal weer tevoorschijn en de staf van de Aaron, hij bloeit. Halleluja. Hij bloeit. Daarin laat God zien aan jou dat je wil bloeien in je leven. God die wil dat je niet gaat neerzitten bij de pakken, maar dat je gaat opstaan. Hoe vaak zegt de Bijbel wel niet, sta op. Bah. En blijf nog liggen. Van de week, ik was ziek. En zodra die belde mij. En ze begon te proclameren. En ze zei, sta op. En na het gebed, 10 minuten later, ben ik op gaan staan. En ik ben heerlijk gaan douchen. En ik ben lekker gaan eten. En ik ben koffie gaan drinken. En normaal als je grieperig bent, no way. Maar de power van de levende God is in mij. Amen. Want hij heeft mij gezalfd. Yes. Ja. Om het goede te verkondigen. En niet alleen voor de mensen om me heen. Maar juist voor mijzelf. Want de goede leider,
kijkt in eerste instantie naar zichzelf. Een goede leider durft te wijzen naar zichzelf. Ja. En dat doet Mozes ook. Mozes die staat tussen het volk en God in. En dan zegt hij tegen God van als je ze wil verdelgen. I am here. Ik ben hier. Een leider die durft tussen het volk en God in te staan. En zo weet ik ook dat jullie als leiders hier geplaatst zijn in Asperen. En ik reed hier Asperen binnen met Sandra. En in eerste instantie kreeg ik het woord. Het is dry grond. Het is droge grond. En dit is grond van religie. Ja. Maar toen zei ik tegen de heer, ik zei, ja oké, vader. Er is grond van religie. Maar ik zie hier heel veel fruitbomen. En toen zei Sandra iets moois. Ze zegt, dat klopt. Het fruit is mooi als het aan de boom zit. En als het rijp is. Maar als het er van afvalt en het ligt op de grond, dan is het nog niet meer. Want dan komen die wormen, die komen erin en die verteren die hele appel. En toen liet de Heer mij iets moois zien. Hij zegt, ik ga rivieren maken in de wildernis. Wegen waar het niet zijn, want ik wil hier een gemeente bouwen. En daar is de Heer mee bezig. Hij is zijn gemeente aan het bouwen. Het is alleen een daad van God om in geloof te blijven staan. Niet bang te zijn. Aaron, hij werd gekozen door de levende God om zijn autoriteit op te pakken om priester te zijn. En hij was de first priester. Zijn hier priesters in het huis? Oh yes. I'm a royal king priester. Amen. Yes. Kinderen God zijn priesters. Kinderen God zijn uitgeroepen als priesters. Yes. Want we hebben voorbeden bij Jezus. We hebben voorbeden om te bidden voor onze volk. Voor onze natie. Voor onze steden. Voor onze kinderen. Halleluja. En dan zal je gaan zien dat die stad die gaat bloeien. Iets wat dood is, kan tot leven gebracht worden. Alleen door de Geest van God. Ja. En de Geest van God zit allemaal in jou. Dus wat dood is, kun jij proclameren te leven. Ja. En wees niet bang om het te gaan doen. Sommige mensen zeggen, je bent een beetje Poco Loco. Maar laat maar Poco Loco zijn. Ik vind dat niet zo erg. Vandaag onthouden jullie dat, Poco Loco. Halleluja. Ja. Oh, ik ben alweer sneller als mijn preek. Halleluja. Ja, en weet je wat het is? Aaron is een beeld van Christus. Hij mocht offeren voor het volk. En zo mogen wij ook op het brest staan voor het volk. En mogen wij vragen om vergiffenis. En dan ga je ontdekken wat God gaat doen. Want hij kan de hemel en de aarde bewegen. En hij kan het stil laten staan. Het is aan jou wat jij wil. Ja. Maar dood in macht zit in de tong. Ja. Hier. Dus ik heb geen portemonnee meer, maar een portemonja. Even een kleine kant mee. Want mijn portemonnee zei nee, die wil nooit gevuld worden. Mijn portemonja zegt ja, vullen. Halleluja, ja, dat is een grote. Maar met de grace. Van onze levende God. Want hij kan het onmogelijke mogelijk maken voor jou. En hij kan jou financieren, want hij zendt Boazen uit. Amen. Als hij een priester geeft, dan gaat hij ook een voorziener geven. Amen. In alles wat je nodig hebt, zal je ontdekken, mijn God die zal in alle rijkdom voorzien. Halleluja. Halleluja. Ga ik nog met jullie hebben over iemand, en dat was Jacob. Jacob die had ook een staf. En hij leunde erop. Dit is alleen mijn vlees, hè? Mijn spirit die zegt iets anders, hè? En hij leunde erop en hij keek achterom eigenlijk. En dat staat in Genesis 37, 42, van 42 tot en met 47. Maar als je kijkt wat God had gedaan door Jacob heen. Dan was hij een hele lange levenspad
Jij legt een aflegde van bedrog tot een gezegend vader van Israël. In heel Breeuwen wordt ook het verbond met zijn geloof nalatenschap. En dan kun je zien wat God kan doen in mensenlevens. Als je kijkt naar mij en mijn leven, waar God mij vandaan heeft getrokken en waar hij mij gebracht heeft, dan wil je het niet geloven, maar ik heb in 180 graden ben ik veranderd. God heeft mijn leven drastisch, drastisch veranderd. En vroeger was ik niet zo'n lieve jongen. Nee, beslist niet. Maar dankzij God, dankzij genade, sta ik hier vandaag. En anders was het misschien 20 jaar geleden al opgelegd. In de wereld waar ik in leefde, moest ik uitkijken. Maar God, die had een plan met mijn leven. En zo heeft hij dat met ieder van ons. En dan kunnen we kijken naar ons verleden. No way. Kijk daar niet naar. Dat probeert de duivel. Probeert jou altijd te herinneren aan jouw verleden. Nou, vertel hem dat hij een warme toekomst heeft. Hey. Ja, hij heeft een hele warme onthaal, krijg je straks. Prijs koning Jezus ervoor. Maar als je gaat kijken wat er allemaal uit Jacob voortkwam. Hè, dan was het heel veel. Hè, hij heeft heel veel, alle stammen hè, die uit bij Israël kwamen voort uit hem. Ja, hij kreeg 12 zonen die de stamvader zouden worden van de 12 stammen van Israël. Ja, mijn geliefde zoon Jozef werd door zijn broers gekocht naar Egypte. Maar uiteindelijk gebruikte God deze situatie om een hongersnood te voorkomen. God die kan jou op een bovennatuurlijke wijze inspireren met zijn kracht en met zijn liefde. Hij kan op een bijzondere wijze kan hij bewegen en kan hij jou al dingen vertellen en waarschuwen. Dus negeer niet zomaar elke droom die je krijgt. Wees realistisch in het denken, maar vraag aan de Vader als je droom hebt gehad. Vader, wat was uw plan ermee? Wat wou u mij vertellen? Wij denken vaak als nuchtere Nederlanders. Wacht, het was maar een droom. En drie, vier dagen later, dan in één keer komt die droom wel uit en dan ben je er niet op voorbereid, want je hebt er niet voor gebeden. Kinderen God, die ontvangen niet, omdat ze niet vragen. We moeten vragen in de naam van Jezus en dat zullen we ontvangen. Maar al wat je niet vraagt, zal je niet ontvangen. Heel makkelijk, heel simpel is het. Ja. Ik ga jullie meenemen naar David. En David, een man naar Gods hart, halleluja. Wat had David? Hij had ook een stok. Hij had ook een staf. Ook een staf en een stok en een staf van autoriteit. Had David ook. Want er staat in een van de psalmen, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Halleluja, psalm 23 vers 4. En dan weet je dat die stok is niet zomaar. Maar die werd gemaakt vaak. Voor koningen hadden soms ook wel een stok, een staf. En David, die heeft het ook. Die heeft dat gekregen. En dan denk je op een gegeven moment van wauw. Wauw. En ik denk ook van, wil ik vaak als een man als David zijn. Halleluja. Wie zou niet een David willen zijn? Haha, jullie zijn heel voorzichtig. Dan krijg je ook te maken met alles wat hij mee heeft gemaakt. Ja. Juist. Ja. Dat is niet misselijk. En dat was niet misselijk. Ik heb wel eens gezegd, ik zou mijn leven zou ik nooit over willen doen iets. Maar de toekomst, oh, ik hou ervan, ik wil weten wat er nog gaat gebeuren in mijn toekomst. En dat is oké, dat is goed. Want ik geloof erin dat God een hoopvolle toekomst voor mij klaar heeft gelegd. En dat is hoop, oh, ik ga bij de voetballer, dan word ik nog misschien een beroemde voetballer. Halleluja, juist. En dat is het ook met David ook.
Hij krijgt van God instructies in zijn leven. En de vraag aan jou, wat zijn jouw instructies in jouw leven? Hm. Als het goed is, weet je het. Wat zijn jouw instructies? Mijn instructie is om de wereld te veroveren voor Jezus en 20 miljard zinnen te creëren voor hem. Dat is mijn instructie. En daar leef ik voor. En alle pijn en alle verdriet die daarbij hoort, het is aan God. En ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Heel veel. Maar ik dank God voor elke situatie waar ik doorheen ben geweest. Want het heeft mij veranderd. Amen. Het mooie, het profetisch woord wat ik kreeg van Sandra, geloof ik. Ik had 4 jaar had ik stilgestaan. Ik had 4 jaar in een overlevingsmechanisme gezeten. Want ik zat in een enorme scheiding. En het deed mij niet goed. Ik had eigenlijk geen zin meer in leven. En ik lag regelmatig in mijn bed en ik heb zo'n lekkere, dikke, rode kater. Hij heet Timotheus, Timotheus. En dan kijk ik hem aan en dan ben ik met hem aan het praten. En van de week ook lag hij ook naast mij. En dan was hij ook met mij aan het praten met zijn ogen dicht. En voelde hij aan dat ik een beetje, ja, niet lekker was. Maar vorige week ook. Ik kwam van François, van de dienst. En je wil het geloven of niet, maar Timotheus die dook naast mij gelijk in bed. Dat doet hij altijd. En hij is 1,5 uur aan het spinnen gegaan. Dat doet die kat normaal niet. Maar hij voelde de salving in de aanwezigheid van onze koning Jezus. En er waren mooie wonderen gebeurd. En God had bewogen. En God had gesproken. En die kat voelde die aanwezigheid van God, koning Jezus. Van de Heilige Geest. Zo mooi. En ik wou, vader. En dan heb je ook een dier om jou te troosten. God geeft ons troosters. He, en dat is mijn kat en ik hou zoveel van hem en ik heb hem zo lief. En dan denk ik van, nou de Heer, dat is ook weer iets. U geeft knipoogjes aan ons. He, of ga ik ook door het dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is er bij mij. Amen. En uw stok en uw staf zullen mij vertroosten. Halleluja. Nou, maar dan weet David, die weet er alles van. Want David die heeft ook menig probleem meegemaakt. In zijn leven. En ik ga nu zo afronden binnen een aantal minuten. Voor de personen die op een stoel zitten. Dat je denkt van, oh, wanneer stopt hij nou? Ja, maar ik ga je meenemen naar David nog een keer. David die krijgt de opdracht om de reus Goliath te vernietigen. En dan is het de wereldse denken. Waar wij vaak mee te maken hebben, en dat is Saul. En die zegt op een gegeven moment van, nou hier heb je mijn wapenschild. Mm-hmm. Ze proberen je altijd te persen in een curse life. Mm-hmm. Maar laat je never cursen, of persen in een curse life. Ah, maar zorg ervoor dat je vrijheid mag ontvangen. Oh, hey. Vrijheid van de geest van God. Yes. En op dat moment, dan zegt David tegen Saul, ik doe het op mijn manier. Yes. Hey. Halleluja. Ik ga niet in jouw situatie, ik ga niet wat jij zegt, ga ik doen. Nee, wat de God de Heerscharen zegt tegen mij, dat ga ik doen. Amen. En dan op dat moment, dan gaat David, die gaat te raden bij de Heer. En hij pakt stenen, pakt hij op. En hij gaat gewoon in zijn eigen tenue, gaat hij de reus tegemoet. Maar dan komt er iets heel belangrijks. Dan zegt David tegen Goliath, ik ben al een beer tegengekomen op mijn weg. En ik ben al een leeuw tegengekomen op mijn weg. Dus zal ik vrezen voor deze reus. En dat is het vaak. Als leiders hebben wij te maken met beren op onze weg. Nou, mijn schoonzus die zegt wel eens tegen mij. Hij zegt, Hans, jij ziet nooit geen beren op je weg.
Ze neemt de beer dus bak van mij. Want die weet gewoon dat als ik hem tegenkom, dan maak ik een mooi velletje van hem. En een leeuw, nou, ik hou wel van leeuwen schoentjes. Dus die blijft ook weg. Maar ik heb genoeg beren en leeuwen op mijn weg gehad. Genoeg. En die beren en die leeuwen hebben mij getwikt. Ik heb een telefonische hulplijn. Gisteravond om 10 uur belt er nog een madame belt naar mij. En ik vertel aan haar dat ik alleen de coördinator ben. En dat als ze administratieve vragen heeft, dat ik een antwoord erop kan geven. En ik word voor een heel regiment word ik uitgescholden. Ik denk, oké, nou, veel zegen, hè. God zegen, dag. Maar normaal kan dat een beer zijn of een leeuw die jou laat stoppen. Financiën kan een, als je dat niet hebt, dan kan dat een beer of een leeuw zijn om jou te laten stoppen. Of dat je een slechte auto hebt, dan kan een beer of een leeuw zijn om jou niet te laten komen op jouw bestemming. Wat is jouw battle? Wat is jouw beer of wat is jouw leeuw geweest op jouw weg? Wat heb je eraan gedaan? Hoe heb je het bestreden? David die heeft het met wijsheid en met verstand heeft hij het bestreden. Want hij was een man van het veld. En hij wist precies wat hij kon doen. En wij als kinderen God zijn vaak niet voorbereid op de strategisch van de duivel, wat hij probeert te doen in ons leven. Want dan hebben we nog te maken met de reus. En we zeggen heel makkelijk bij onszelf, van ik heb de reus al lang verslagen. Ja. Laat het eerlijk zijn. Ik kan nu zeggen, vandaag aan de dag, dat ik heb de reus heb ik verslagen. En ik zal nog meerdere reuzen zal ik gaan verslaan in mijn leven. Want ik weet gewoon, hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Hij die in mij is. Hij is sterker dan de wereld. Greater than en dat mag je weten voor jezelf. Dat hij die in mij is, is sterker als in de wereld is. Amen. 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 Halleluja. He that lives inside of me is.